Mirjam is eerstejaarsstudent aan de PABO en ze heeft het goed naar haar zin op de opleiding. Alleen die trainingslessen waarin gesprekstechnieken met kleuters worden geoefend spreken haar niet aan. Met name het meedoen aan een rollenspel vindt ze onzin. Ze schrijft, die trainingslessen zijn minder leuk. Nou, ze zijn wel nuttig, want gespreksvaardigheden zijn belangrijk als leerkracht, maar dat kun je toch ook lezen in een boek? Dan weet je toch ook hoe het moet? Waarom moet het allemaal uitgespeeld worden in een rollenspel? Ik ben nu helemaal niet goed in toneelspelen. Ik kan dat niet. Ik maak veel liever een meerkeuzetoets. Daarmee bewijs je toch ook hoe het moet? Mirjam maakt een aantal klassieke fouten bij het terugblikken op de trainingslessen. Ten eerste is er geen personalisatie. Ook is er geen concrete situatiebeschrijving. Ze bekijkt het probleem maar van één kant en ze is erg stellend en niet zoekend naar een oplossing. Ze gaat niet in op haar eigen gevoel en ze stelt haar eigen gedrag niet centraal. Bovendien legt ze alle verantwoordelijkheid extern. Er is de afgelopen decennia veel literatuur verschenen over reflecteren en het belang om dit onder de knie te krijgen. Tegelijkertijd is het lastig om over te brengen hoe je dat precies doet. Dat komt omdat het een vaardigheid is waarover veel valt te lezen, maar pas als je het gaat doen en daar regelmatig goede feedback op krijgt, valt de vaardigheid te leren. Professor Fred Korthagen omschrijft reflecteren als een gesprek voeren met jezelf. Deze mentale vaardigheid stelt je in staat om te kunnen leren van wat je meemaakt en die je ervaring omvormt tot kennis en nieuwe inzichten in nieuwe situaties. Korthagen ontwikkelde in 1993 een spiraalmodel om reflecteren gestructureerd in 5 fasen aan te pakken. Fase 1 is het handelen of ervaring opdoen in een concrete, betekenisvolle situatie. In fase 2 blik je terug op die situatie en is het belangrijk om tot concretisering te komen door de situatie te analyseren vanuit je eigen perspectief, maar ook dat van anderen. Fase 3 richt zich op persoonlijke belangrijke aspecten van de situatie. Probeer tot de kern te komen van het probleem. Waarom vond jij het lastig? Dat kun je alleen duidelijk maken als je de situatie minutieus onderzoekt en jezelf goed expliciteert. In fase 4 stel je vanuit theorie relevante alternatieven voor om anders te kunnen handelen. Stel dat de situatie weer voorkomt. Hoe zou je het dan anders doen? En van al deze alternatieven selecteer je 1 concreet voornemen. In fase 5 probeer je dit gekozen voornemen uit en ervaar je hopelijk hoe jouw andere handelen weer leidt tot een nieuwe situatie. Dit is in feite weer een nieuwe fase 1 van een mogelijke nieuwe reflectiecyclus. Als hulpmiddel bij het beschrijven van de afzonderlijke fase heeft Korthagen een aantal richtvragen opgesteld die kunnen helpen bij het aanbrengen van de juiste inhoud en focus. Nu is het niet de bedoeling bij een reflectieverslag om puntsgewijs alle vragen te beantwoorden, maar om concreet beschrijvend tot 1 logisch verhaal te komen. Bij schriftelijk reflecteren is het namelijk een valkuil dat de reflectie oppervlakkig blijft. Je kunt diepgang aanbrengen in je reflectie door jezelf bloot te durven geven, een onderzoekende houding aan te nemen en je eigen gedrag centraal te stellen. Mirjam begint met het schrijven van een nieuwe, verbeterde reflectie, waarin ze ingaat op hoe haar eigen gevoelens invloed hebben gehad op haar handelen. Het is een belangrijke stap in haar leerproces.